Bij ons vandaag een schrijfster, docente Nederlands, mama van 3 zonen en ervaringsdeskundige als het gaat over psychische problemen. Brenda Frooijen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is vandaag de eerste dag van een 10-daagse waarin men aandacht wil vragen voor de geestelijke gezondheid. Nu, je hebt een boek geschreven over dat thema, over psychische problemen. Een boek voor kinderen, hè? Ja, inderdaad. Zo'n zwaar onderwerp, al bespreken met kinderen. Ja, maar misschien is het omdat wij het vooral heel zwaar maken. Ik heb het boek eigenlijk een beetje geschreven omdat ik, zoals je zelf zegt, ook ervaring heb. 7 jaar geleden heb ik na de geboorte van mijn 3e zoontje een kraambedpsychose gehad. En ik werd toen ook wel geconfronteerd met het gebrek aan boeken en het gebrek aan taal in het algemeen. Wat voelde jij toen? Eigenlijk wil dat zeggen dat je na de bevalling of kort na de bevalling begint te hallucineren, dat je wanen hebt. Je komt echt wel een beetje in een andere werkelijkheid terecht. En dat overkomt ongeveer 1 op 1000. En ik was in die 1000. Ja. En je bent daar uitgeraakt? Ja, dat heeft me wel wat geduurd. Een goed jaar met de nodige hulp en een ongelooflijk lieve man. Ik heb de beste man van de wereld. Nee, die heb ik. Maar ik ben er inderdaad uitgeraakt. En het is een beetje de wending van mijn carrière geweest om dan te beginnen boeken schrijven daarover. Ja, je bent toen ook bij ons geweest, hè? Je wilde het aan je kinderen uitleggen, wat er met jou gebeurd was. Maar je vond nergens aangepaste literatuur. Er zijn boeken, maar die boeken zijn heel vaak fictieboeken. Kinderboeken zijn heel vaak fictief. En dat vraagt eigenlijk van kinderen al dat ze die transfer kunnen maken van de fictie naar hun verhaal. Dat is al één ding. En ik heb 3 zonen en ik wil niet in clichés vervallen, maar ze houden niet zo van de fictieboeken. Ze willen de non-fictie. Ze willen de pure feiten. En dus dacht ik, misschien moet ik dat maar schrijven. Misschien moet ik schrijven wat dat we weten en wat dat we niet weten. En dat allemaal in dat boek. Ja, de titel van jouw boek is Psst. Wilt dat zeggen dat er te veel over gezwegen wordt? Wel, de titel komt van 2 dingen. Het komt inderdaad van omdat we er zo geheimzinnig over doen, hè, en dat je iemands aandacht wil trekken voor iets belangrijks en dat we nu niet meer in het geheim gaan doen. Maar daarnaast komt het ook natuurlijk van al die moeilijke woorden, psycholoog, psychiater, psychose. Dat begint allemaal met ps. En dus dachten we noemen het gewoon pst-problemen. Dat maakt het al wat makkelijker. En had jij dit boek nu niet kunnen schrijven als dit jou niet was overkomen? Ik geloof van niet, omdat ik heel wat boeken heb gelezen die wel over de problematiek gaan, maar die gaven mij als mama een ongelooflijk groot schuldgevoel. Omdat natuurlijk heeft dat ook een impact op de kinderen dat je zelf ziek bent, maar ik doe ze dat niet vrijwillig aan. Nee. En ik had heel vaak het gevoel dat er natuurlijk heel veel erkenning was voor de kinderen hoe zwaar het was, maar de kinderen zijn ook natuurlijk ook heel loyaal ten opzichte van mij als moeder. En ik miste dat allemaal in die boeken en ik moest gewoon een boek hebben waar waarin ik mij ook kon vinden. Dat ik dacht, oké, dit kan ik in eer en geweten aan mijn kinderen geven zonder dat ik mij schuldig moet voelen dat ik het nu moeilijk heb. En waarin ook normaal gedaan wordt over wat jou is overkomen, hè? Klopt. Het is eigenlijk ook een boek dat niet alleen geschreven is bijvoorbeeld voor kinderen die dit meemaken. Maar eigenlijk wilde ik vooral een boek schrijven zoals dat je het boek hebt over het menselijk lichaam, heb je nu gewoon het boek over de psyche. En ik denk dat als we daar allemaal wat normaler over gaan doen, dat dat ook allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. Want nu momenteel, we komen naar buiten en dat is altijd heel beladen. En ik had een zware periode, maar ik ben eruit gekomen. En mensen vinden dat wel fijn om te horen. Maar ik zocht ook naar humor, naar... Het zit er allemaal in. Het zit erin, ja. Dankzij Tom Schoonhoog, een fantastische illustrator die vanaf het begin mee heeft gedacht. En ik wilde effectief gewoon een boek dat kinderen graag zouden lezen. En de proeflezers, onze kinderproeflezers, hebben ook echt aangegeven van dit is een grappig boek. En nu begrijp ik het. Ja. Het maffe was dat er wel volwassenen, er komt een stukje ook over zelfdoding. Wat is zelfdoding? En dat volwassen proeflezers zeiden van oei, is dat niet wat te zwaar en moeten we daar met kinderen al over praten? Maar de kinderen die het boek hadden gelezen, die gaven als feedback, het is echt een grappig boek. Ja, je gebruikt ook de parallel met een kookpotje, hè? Met een potje dat overkookt. Ja, ik moest natuurlijk op zoek gaan naar hoe krijg ik dit nu uitgelegd. En ik ben daarvoor naar het 5e en het 6e leerjaar gegaan om te kijken van, gebruik ik de juiste taal? En zo kwam ik op het idee van een kookpot. Hè? We zijn eigenlijk allemaal een beetje een kookpot die overkookt. En dat kan met heel veel lawaai zijn,
of dat kan heel stilletjes zijn. Dus die psychische problemen kunnen op heel verschillende manieren zich uiten. En hoe komt dat dan, dat die kookpot overkookt? Ja, we hebben allemaal ervaringen. Verdrietjes, boosheid, die komen allemaal in onze kookpot terecht. Maar natuurlijk ook positieve ervaringen, maar dat is heel maf, die verdampen heel snel. Alle positieve dingen, hoeps, die zijn weg, maar de negatieve dingen, die blijven dan zo wat borrelen. En dan waren er de kinderen die zeiden, ja, maar ja, juf, er zit wel van alles in mijn kookpot, waardoor hij sneller kan overkoken, maar er is toch ook een vuur? En inderdaad, het vuur is eigenlijk jouw context. Zo slaap je voldoende, eet je goed, heb je misschien stress, beweeg je voldoende. Er zijn dingen die jouw kookpotje het vuur kunnen doen oplaaien, waardoor die dan overkookt. Ja, en sommigen hebben een grotere en andere een kleiner potje. Ja, en dat is de laatste factor, zo gezegd. Dat is het biologische deel. Je hebt ook een stukje genetica. Je krijgt een kookpot mee van je ouders. De kinderen hadden ook effectief een kookpot van hun ouders mee. Schoon. En ze zeiden van, ja, maar juf, die zijn kookpot is groter. Ik zeg, ja, heb je die zelf gekozen? Nee, die heeft mijn mama meegegeven. Ik zeg, ja, voilà. Dat is het. Dat is het. Ja, je hebt dat niet voor het kiezen. De ene heeft net iets, een grotere kwetsbaarheid dan een andere. Dat is een beetje biologisch. Maar dat is echt koffiedik kijken, hè. Wie, wat, wanneer overkookt. Mm. Omdat die drie factoren eigenlijk op elkaar inspelen. Dat is prachtig gezien. Er zit ook een gaatje in de cover van jouw boek. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Waarom zit daar een gat in? Dat komt eigenlijk, als je ook naar de cover gaat kijken, iedereen heeft wel eens een steentje. En dat is zoals het... In zijn schoen. In zijn schoen, ja. Het steentje in je schoen, dat je wandelt en zegt, ah, ik heb een steentje in mijn schoen, ah, ik ga er niet voor stoppen, ik loop gewoon door. En zo kan je ook wel eens een steentje in je hoofd hebben. En dat steentje, dat is bijvoorbeeld, als ik het uitlegde aan mijn kinderen, dan zei mijn zoon, ja, mama, is dat zoals als de broer 's ochtends altijd met zoveel lawaai naar beneden lopen? Ik zeg, ja, dat is een steentje. En hij zei, en ja, dat doen ze elke ochtend. Ik zeg, ja, en dan wordt jouw steentje groter en op een bepaald moment ontplof jij en zeg je, nee, wat is dat hier? Ik zeg, en niemand snapt waar jouw reactie vandaan komt, maar dat is omwille van dat steentje. En zo heeft iedereen wel eens een steentje in zijn hoofd. En je hoeft niet elk steentje te delen, maar het is toch wel handig om af en toe je steentje toch eens uit je hoofd te laten. En dat is dat gaatje dat erin zit, dat is eigenlijk het rode steentje. En natuurlijk gluren we ook een beetje in het hoofd van de mensen. En dat is waar het gaatje voor staat. Prachtig, prachtig gedaan allemaal. Is het nu de bedoeling om met dit boek naar scholen te gaan? Ja, we hebben natuurlijk grootse plannen. Hè. Dat is goed, hè. Groot denken. Er is een heel lessenpakket bij. Dat vind je ook op de site van de uitgeverij. Er zijn 5 lessen bij om mee aan de slag te gaan in de 3e graad van het lager onderwijs en de 1e graad van het secundair onderwijs. En daarnaast is er ook een infographic, een poster die je kan ophangen in je klas, maar ook in het kabinet van de dokter of weet ik wat. En daarnaast hebben we ook een nummer gemaakt bij een liedje, het boek. Hè? Ja. Een liedje. En dat was samen met Alain van de Putten, met de K3-producer, hebben we een catchy nummer gemaakt dat eigenlijk heel vrolijk zegt, het gaat niet goed met mij. Ah ja, voilà. Oké, okay. Dan gaan we allemaal eens naar luisteren en het boek lezen natuurlijk ook, hè, van Brenda Frooij. Het werd uitgegeven bij Borgerhoff en Lambrecht. Echt de moeite om te lezen. Brenda, bedankt om naar hier te komen. En het gaat je goed, hè? Dank je wel. Catherine, Anja, Siska, de madame. Radio 2.